Voorschotense Golfclub organiseert dit Voorschoten Open. Dat hebben ze al heel wat jaren gedaan. We zijn de Voorschotense Golfvereniging. En we willen ook graag met deze Voorschoten Open voor Voorschoten iets doen. En het gekozen goede doel dit jaar zal zijn het de autotocht bejaarden Voorschoten. Ja, wij kennen onze maatschappelijke rol, zowel in het zwembad, maar ook op de golfbaan. En zullen dit van harte ondersteunen. Door onder andere te faciliteren op de golfbaan, maar ook in het dorp, in het plantsoen. Ja, het wordt een grote happening met heel veel vrijwilligers. Bijna de hele vereniging zullen we gaan inzetten om dit mogelijk te maken. Het moet veilig gebeuren, het moet ook op een golftechnisch verantwoorde manier gebeuren. En ja, het is een feest waar we heel erg graag, wat we heel erg graag mogelijk maken. Vorig jaar zetten wij onze greenkeeper voor in, zowel hier op de baan als zeker in het dorp, waar afslagmatten of afslagplaatsen komen en waar de vlag ergens neergezet moet worden waar de mensen op af gaan slaan. En dat moet wel veilig gebeuren, dus dat laten we graag over aan de greenkeeper, dat is Barry. Ja, dat heeft ook weer zijn geschiedenis, dat is een traditie, dat we zoeken een goed doel voor zo'n toernooi. Het is een mogelijkheid om de sport, de golfsport uit te dragen, maar we willen dat ook wel met een hele duidelijke boodschap doen voor de Voorschotense gemeenschap. Vandaar de keuze voor dit goede doel. Daar doen wij een beroep op om mee te doen, om te sponsoren, om op alle mogelijke manieren, en daar zijn er heel wat voor ontworpen, een steentje bij te dragen aan dit Voorschotense feest. Ja, ik denk dat wij een heleboel doen, zowel op de baan als in de parken, maar ook in de vorm van goodiebags willen we het een en ander betekenen. Nou, als ik onze rol neem, dan zijn wij gewoon degene die faciliteert hier op de baan, in de parken, plantsoenen, om te zorgen dat alles op rolletjes gaat lopen. Ja, en wij organiseren, we zorgen dat alle mensen ontvangen worden, we zorgen dat de flights kunnen slaan. Kortom, zorgen dat het golftechnische allemaal op rolletjes loopt. Nou, het gemeentebestuur is heel blij met het initiatief om een open golftoernooi in Voorschoten te organiseren. We zijn heel blij met de samenwerking tussen sportfondsen aan de ene kant en de golfclub aan de andere kant. Ik denk dat het een hartstikke mooie samenwerking is. En het is fantastisch om in de openbare ruimte van Voorschoten de golfsport onder de aandacht te brengen via zo'n mooi toernooi. En wat we natuurlijk ook heel erg positief waarderen is dat de opbrengst ten goede komt aan het initiatief om ouderen naar buiten te brengen, een autotocht met ze te organiseren. Het zijn mensen die heel veel binnen zijn, maar die hebben dan in ieder geval deze keer ook de gelegenheid om onder begeleiding het dagje uit te gaan op de buitenlucht. Ik juich enorm toe wanneer ondernemers in Voorschoten ook het toernooi willen sponsoren. En niet omdat het voor de golfclub is, maar juist ook voor de oudere inwoners van Voorschoten om een hele fijne dag buiten te
bezorgen. En het zou heel fijn zijn als Voorschotense ondernemers dat willen, daaraan willen bijdragen. En ik zou eigenlijk ook iedereen die een beetje wil golven in de openbare ruimte willen uitnodigen om mee te doen aan het toernooi. Dat draagt ook bij aan het goede doel. De stichting is ongeveer 90 jaar geleden opgericht om mensen die alleen zijn uit hun isolement te halen en gezamenlijk een fijne dag uit te geven. Onze voorgangers uiteraard, doen dit ergens in de 20 jaar is het begonnen. En alleen in de oorlogsjaren is er niet gereden, maar voor de rest dus alle jaren wel. We zitten nu aan de 86e tocht. Fantastisch, ik kan niet anders zeggen. We waren zeer vereerd. En het is toch een groep mensen die een hoop voor de maatschappij heeft gedaan, dus voor ons dorp. En het is mooi dat daar aan gedacht wordt door zeer actieve mensen in het leven. Dus dat is wij zijn er heel blij mee. Voorschoten is een prachtig dorp met heel veel activiteiten, heel veel vrijwilligers en heel veel ondernemers. Gelukkig zijn er ook veel ondernemers lid van de ondernemersvereniging. Ik vind dit een prachtig initiatief, Voorschoten Open. Prachtig door die parken heen, dan zie je hoe mooi Voorschoten is. Hartstikke leuk en ik vind het ook erg leuk dat ze dit jaar besloten hebben om de Autotop Bejaarden te ondersteunen. Ook een heel mooi, heel oud Voorschoten initiatief. En ik roep ondernemers, niet alleen die lid zijn van de OVV, maar ook alle ondernemers op om dit ruimhartig te sponsoren.